En dan neem ik even deze. Om maar even uit te leggen dat je herhaalt. Ja, ik ben eigenlijk al begonnen. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh jee. Dat vind ik altijd het leukste. Ik heb dus ben ooit begonnen met mandala maken door ze simpelweg in te kleuren. Ze kregen gewoon een tekening en die gingen inkleuren. En dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Het maakte ze ook erg kleurrijk. En op een gegeven moment kreeg je in de gaten van, goh, wat zou het nou leuk zijn om ze zelf te ontwerpen. Nou, daar ben ik mee begonnen. Ik ben eerst gewoon naar Albert Heijn, had een roosje getekend. Ik ging naar Albert Heijn. Ik ging 4 keer kopiëren. Dat plakte ik 4 keer op en dan had ik al een begin van een mandala. Dat roosje ging je, dat was een tekening van een roosje? Ja, dan had ik een roosje getekend en die plakte ik gewoon 4 keer op. En dan begon er al een mandala te ontstaan. En wat is eigenlijk een mandala? Meestal wordt dat een cirkelvorm getekend. Dus dan ben je binnen een cirkel ben je bezig. En dan ga je, kan het beste even die uitleggen. Dus dan een vierkant, dat mag ook, dat maakt allemaal niet uit. En ik heb ervoor gekozen om vuurtorens te tekenen. En ik had er hier één getekend. En dan herhaal je dat nog 3 keer. Deze mandala is netjes in 4 verdeeld. En je kan natuurlijk allemaal dezelfde vuurtorens kiezen, maar ik vond het dan weer leuk en eigenwijs ook wel een beetje om andere vuurtorens te kiezen. Maar het principe van de mandala is dat het zich herhaalt. Dus deze stang met die touwenknoop, die komt ook 4 keer terug. Deze knopen, die komen dan ook weer 4 keer terug. Dus een mandala wordt steeds herhaald. En het leuke van een tekenen van een mandala, je bent binnen deze grenzen ben je bezig, dus de rest vergeet je. En je concentreert je op, nou, wat ga ik tekenen. En ik kan zeker zeggen dat ontzettend rustgevend werkt. Bij deze kan je het misschien nog beter zien, die is in 3 verdeeld. Dan heb ik de buitencirkel uiteindelijk weggelaten. En toen ben ik begonnen ik begint eigenlijk altijd in het centrum. Heb ik deze maïskolf getekend. Nou, die herhaal ik dan 2 keer. Toen heb ik deze korenbloemen getekend. En graanhalmen. Die komen dus ook 3 keer terug. En dat is de kracht van de mandala. Die herhaling. En je bent binnen deze, nou, die cirkel is weg, maar goed, je bent binnen die cirkel weer bezig. En dat is heel rustgevend. En gaandeweg ontwikkel je steeds betere, ingewikkeldere mandala's. In het begin doe je het gewoon in 4. En daarna dan, ik heb ook een mandala in 9 gedeeld. En dan ga je op een gegeven moment steeds verder. Je gaat steeds verder. Ja, want wat ik gezien heb is dat je ook mandala's hebt geborduurd. Ja, ik had op een gegeven moment was ik druk aan het ontwerpen op papier. En dan kreeg ik ineens het idee van, goh, ik wil er eentje in het groot gaan uitwerken. Dus 60 bij 60. En die hangt hier helaas niet, wel een fotootje, maar die is te fragiel om hier op te hangen. Maar misschien kunnen we die pakken. En die heb ik dus helemaal geborduurd. En in principe is dat weer dezelfde principe. Ik ben begonnen in het centrum. En daar heb ik dit voor bedacht. En toen ben ik gewoon steeds verder gegaan. Toen dacht ik van, nou, het lijkt me mooi om een bloem te borduren met de blaadjes. Nou, dat herhaal je dan steeds. En als je van een afstand bekijkt en je concentreert je op deze donkerblauwe vorm, dan is dat eigenlijk ook alweer een mandala. Dus dat, en zo'n bloem is ook al een mandala. Dus eigenlijk een mandala in een mandala.
En dit is dus voortgekomen uit het feit dat ik ze eerst getekend heb. En toen kreeg ik ineens de kriebels van ik ga ze in het groot uitwerken. En inmiddels heb ik, nou geloof ik, 7 of 8 van die grote werkstukken gemaakt. En ik heb ze geborduurd. Ik heb daar in de hoek is er eentje met bamboestokken gemaakt. En ja, ik ben al zeker van plan om meerdere te maken. Ik heb ook heel veel nieuwe ideeën om nieuwe mandala's te maken. En, hoe heb je deze bijvoorbeeld gemaakt, Renier? Nou, ik Want er zit ook mozaïek in. Ja, nou, ik was ooit in een kasteeltuin Arsen in Zuid-Limburg. En daar hing een heel simpel, in een Japanse tuin met heel veel bamboe hingen. Een ijzeren of een aluminium lijst met gewoon allemaal bamboestokjes naast elkaar. En ik denk, goh, dat is geweldig om zoiets simpels als kunst. Dat hing dan aan zo'n Japans theehuisje. En ik denk, goh, wat ontzettend leuk idee. Ja, ik wil dat dan gelijk ook weer een stuk ingewikkelder maken. Dus ik ben begonnen hier in het centrum een soort diepte te creëren. Ja, en dan was ik hier bezig. En hoe dan die uiteindelijke buitenring eruit gaat zien, dat ontstaat. Dat bedenk ik niet van tevoren. Het is ook leuk om tijdens het proces loop je tegen een uitdaging aan. En die dan ga je over nadenken en dan ineens dan schiet het je binnen van, goh, ik ga het zo maken. Ja, hoe kwam je erbij om, want deze is ook tweedimensionaal en deze, dit borduurwerk eigenlijk ook, er zit ook drie zelfs. Driedimensionaal. Hoe kwam je er, ja, überhaupt bij, misschien is dat, wijd dat te ver, maar hoe je met mandala's begonnen bent? Want ik vind het zelf best bijzonder, ik schreef ergens van, ik ken tot nu toe alleen maar Tibetaanse monniken als mannen, die mandala's maken. En dat zegt misschien meer over mij dan... He, over dat fenomeen, maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe je ermee begonnen bent. Nou, ik had de allereerste begin was mandala's inkleuren. En dat merkte ik ook, dat we waren met meerdere mensen. Iedereen werd stil. En hoe heet dat? Je was heerlijk aan het inkleuren en er kwam ook een soort rust in die groep mensen. En eigenlijk, dat was mijn eerste keer, dat is ruim 10 jaar geleden, dat was mijn eerste kennismaking met mandala's. Ik kende ze helemaal niet. En dat heeft me gewoon zo gepakt om dat creatief verder te doen. En ik ben altijd al creatief geweest van jongs af aan. Ik heb ook thuis vroeger mini-stekte ik heel veel. En dan had ik dus in de gaten dat patronen om een mini-stack te maken, dat kan je ook borduren. Dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb ooit eens een patroon van een kerk, dat was geborduurd en die heb ik weer in mini-stack omgezet. Dus ik was altijd al vindingrijk in nieuwe dingen verzinnen. En dat vind ik ook het leukste. Iets creëren wat gewoon ja, waarschijnlijk nog niet bestaat. Tenminste, dit is in ieder geval uniek en dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Daar word ik ook erg blij van. Hoe heb je deze diepgang erin gebracht? Nou, dit was eigenlijk meer een noodoplossing. Ik had deze met het middenstuk geborduurd en ik had hem iets te krap van tevoren uitgeknipt. Dus ik wilde nog een stuk borduren, maar dat was het doek was op. Dus heb ik heel lang lopen nadenken en toen ineens kreeg ik ingeving van ik ga op ander materiaal, dus op linnen geborduurd, ga ik een extra de buitenring maken die ik nodig vond. En dus toen heb ik, dit is een andere methode dan deze, heb ik dus gecombineerd en je moet dan geen ook een gat in je doek knippen, dat is heel raar. Door deze extra lijst toe te voegen, die lichtblauwe, krijgt het dus nog weer diepte. Want je had het natuurlijk ook op hetzelfde niveau kunnen doen, maar ik vond dit mooier uitkomen. En die lijst is van hout? Ja, is van hout. Alle lijsten zijn tot nu toe nog van hout.
En die heb je ook zelf gemaakt? Ja, nou ja, dit profiel koop je kant en klaar bijvoorbeeld bij een bouwmarkt. En dan kan je ze zelf, ik spuit ze dan. En stukken goedkoper als dat je dat door een winkel laat doen. En het is ook veel leuker om het zelf te doen, want dan kan je het helemaal precies hebben zoals je het wil hebben. Maar ik wil ze ook verder gaan. Kijk, dit is eigenlijk al ook een lijst, maar dan van glas en schelpen. En ik zit er ook nog over te denken om een korte houtsnijcursus te volgen, waardoor ik mijn lijsten nog zelf kan uitgutsen met hun patronen. Dus ik zit nog vol ideeën, dus volgens mij moet ik 120 worden, want anders red ik het allemaal niet. Ja, en even pauzeren, zo.